Ja, bij ons in de stad Zoetermeer. Ja. Het is een voetbalclub uit Zoetermeer en die heeft ook zo'n tenue. Ja, maar het is... Dat is Southampton. Tegen Crew Alexandra. Andersom, Crew Alexandra Southampton. Bij ons mooie stadion. Ja. Ja, dat moet ze wel de volgende FIFA doen. Dat je een stadion kan kopen. Dat zou ook gaan zijn. Ja, upgrade zoiets. Ja. Zo'n extra ring, maar ja, weet je, dan moet je voor ieder stadion moet je een nieuwe ring. Zoals bij OSM. Hoezo? Daar kan je ook stadions kopen. Bij? OSM. Oh. Oh. Ik verstond OSC. Oh, oh, oh. Ja, pas, oh, oh. Pas. Nee, nee, doe maar niet. Oh, kut. Oh, je werd nog hard neergezet. Ja, die is vast wel geblesseerd tijdelijk ook. Morgen is het Valentijnsdag. Ja, pas. Wat ben ik al verliefd op YouTube? Dat is wel dat heel is scare. Nu je zegt, hier pas! Hoezo gay? Is YouTube mannelijk? Ja. Oh. Denk ik. Oké. Okay. Ah. Weet je, bij mij met de carrière had Vitesse had Salai gekocht. Salai? Ja, die wij nu hier hebben. Ja. Er staat toch links midden of zo? Ja, daar is het die spits. Ja, pas. En wissel. Wissel? Wissel. Waarom? Zit er slecht voor hem? Ja, dan hebben we Boni. Oké, we hebben de kopie, maar die gaan we verkopen. Ja, ja pasje. Altijd geblesseerd is. Ja, en gewoon niet beter wordt. Zo. Hij is een heel seizoen maar 1 punt beter. Bij mij, in 2016 is hij 69 punten. En wat was hij eerst? 66 en dat zien we nog steeds bij ons hierbij. Is hij helemaal niets beter geworden? Nee. Nou ja. Oh shit. Dus we gaan hem echt verkopen. Hè? En dan kopen we Oxlade Chamberlain. Die is kapot goed. Hij wordt 84 of zo. Maar ik denk dat hij al. Of misschien. Doen. Ja, nee. Dat zien we wel. Ik moet even kijken bij FIFA Fanatics. Want hoe heet die Oxlade Chamberlain is na 3 seizoenen al zo veel beter geworden, denk dat hij te duur is. Hij begon namelijk maar met 69. Ja. Maar nu is hij dan wel zo goed dat hij te duur is. En dan kunnen we hem niet kopen, want wij een verkeerde club hebben. Oh ja! Had je die hands gezien van Feyenoord? Van wie was dat? In het penaltygebied. Dat was helemaal geen hands. Nee, zo die bal weg. En toen? Geef nou Vitesse een penalty. Ja. Maar toch was Feyenoord beter. Tuurlijk. Nou, schiet! Oh, fuck. Zat. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat, hè? Kijk niet. Ja. Kijkersvraag, hoe kan dat? Hmm. Laten we even nadenken. Geef ons een groen duimpje als je ons slecht vindt. 80 groene duimpjes, wauw. Ja. Dan weg! Get the fuck alweer, hè? Misschien. Ja, door jou heb ik nu een hele grote kans die ik waarschijnlijk toch misschoot. Nee, maar eerlijk, dat was echt erg. Ja. Schert? Oh. Hey, penalty. Junior. Die scheids is een ginger, hè? Dus? Heb je iets tegen gingers? Nee, dat zei ik toch niet. Heb je iets tegen Japanners? Nee, want we hebben Lee gekocht. Daarom. Hebben wij nou zo hierbij? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Het ziet te duur. Die is wel te goed voor ons team. Dan zegt ze, een speler van deze klasse wil niet naar ons team komen. Oh, hij gaat scoren! Doe al 2 weglopen. Ik kan de keeper niet zijn met z'n tweeën. Dan gaan we maar stoppen. Nee. Oh ja, we zijn nog gaat steeds... Gaat dit van, hè? Ja. We zijn nog steeds... Ik speel verder, ja. Ja, dan moet je maar mijn ding weg doen. Anders dan verliezen. Oh, hij is alweer gestopt. Nee, dan ben je toch terug. Hè?
Dan bel je toch terug. Ik weet wie het is. Hoe moet ik weten wie het is? Nou, dat kan je altijd zien. Je niet? Verkeerd tegenaan. Oh nee, ga scoren! Wat doe jij? Ik maak je spannend. Ja. Hij moet nu zo pam pam pam. Nee. En nog een keer! Nee! Oké. Ja, hier, ik ga scoren. Hé, hey, waar ben ik? Laat mij bij. Ik had wel een grote kans, hè? Nee, hun hadden een grote kans. Oh, zij hadden een grote kans. Ja. Of geen. Nee. Ik heb hem wel. Met balkens. Hij is zo lang, hè? Juist. Is balk snel verbeterd? Ja. Ik weet alleen niet hoeveel. Ja. Juist. Ik heb hem. Stik. Nou, run, man, run, run. Ja! Oh, dat is echt. Kom op! Ja! Nee, ik ren naar de grensrechter met mijn vinger. Waarom ook alweer? Ik wil. Ik denk zo dat hij zo gaat rennen, zo met zijn vinger. Ja, zo vaak zo bij een solo. Als je hebt gescoord en doet L2, R2 en traasje. Dan ren je gewoon naar de grensrechter. Maar als je dus een solo maakt en dan scoort. Hé, hey, penalty! Nou, penalty! Paal van hem. Penalty. Maar dan rent hij naar grenzen. Aap! Aap! Ik durf het niet. Ik ook niet. Ja! Ja! Kijk, waar ren ik nu heen? Naar degene die penalty heeft veroorzaakt, meestal. Ik ren dan als ik hem naar grensrechter. Ja, maar. Hij vond het wel lekker. Ik werd onderweg gespeerd. Wauw! Panel! Wow. Ja! Apenclub! Aap! Dat is echt een broodje aap. FC Apenhul! Stichting Aap. Voor al uw apenproblemen. Aap komt uit de mouw. Dat is echt een broodje aap. Snot aap. Ja. Oké. Genoeg over apen, we gaan nu verder over konijnen. Ik ga even van dit kopen, hè? Ja. Oh ja, en je moet hem even gaan pre-orderen, weet je wel? Ja. Dan krijg je een of andere lauwe download ding? Ja. Juist, dat is goed. Dus we moeten hem even gaan pre-orderen. Het is lauw dat je daar al die mensen hard kan tackelen. Ja, en zandtappen in Afrika. Volgens mij is dat er niet meer, trouwens. Dat zal ik niet kopen. Ja, maar je hebt nu echt clubs tegen clubs, hè? Ja? Ja, gewoon in een club tenue. Zoals Tottenham en Gazin. Maar toch? Ja, eerst was het met landen. Ja, nu is het ook clubs. Voorzetje, of kap af en pas. Hier, midden. Oh, te hard. Baal. Maar dat, ik vond het carrière ding achter iets wel laat. Ja. Misschien komt zoiets weer. Ik hoop het. Maar wanneer komt die uit? 13 maart. Ik hoop dat we dan ook eindelijk ons nieuwe logo en wallpaper achter een ding hebben. Want dat is nu echt gewoon verouderd ofzo. Nou ja. Oh ja! Boom. Maar hij is nog bezig met allemaal andere projecten en zo. En mensen die betalen voor echte sites en weet ik veel wat. Nou, really. Ik kom nog boven mee. Spaak maar. Huh? Nou, dat was echt leuk. Ja, 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 je scoorde! ik drukte gewoon op een knopje. En toen deed hij het niet. Toen ging hij om de keeper proberen te lopen. Jouw knopje is defect. Ja, dat heb ik wel gemerkt. Nee, dat is wel vaak dat je dan uitwijkt. Dat is eigenlijk realistisch. Dat je anders gewoon vol een keeper een puntkick geeft. Dat eigenlijk ja, ook wel lauw is. Weet FIFA je, funny moments. Da. Oké dan. FIFA funny is een dat kan! That's what. Weet je, maar bij FIFA Street kan je zo die mensen zo tegen die muur aanbeuken. Zo die zo. Ja, ja, dat deden we eerst altijd. Bah. Ja, dat maar wanneer komt hij nou uit? Street 4? FIFA Street 3 heb ik alleen maar gespeeld voor Nintendo DS. Omdat ik daar was die ook alleen voor. Ja, maar weet ik, maar dat was echt stom. Het was zo kapot lelijk, maar ik heb dan gewoon zo'n R4 kaartje, weet je. DSTT, hoe het dan noemen is. Hetzelfde. Maar ik ging gewoon gratis downloaden. Het is FIFA Street 12 toch? Ja, deze, ja, ik weet niet. Of 4.
Geen idee. Ik vraag gewoon FIFA Street 4. Oh ja? Zie! Trouwens. Ja. Eerst is FIFA Street 12. Ik weet het niet. Maar... Ja, het is goed. Oh! Maar die gaan we kopen en misschien ook wel... Zo daarom is ook... voor op zondag, snap je? Ja. Nou, of weet ik voor wat. Eén keer per week is wel wat weinig, maar... Ja, dat moet je gewoon... welke game modus er zijn. Ja, misschien gaan we ook wel mee filmen. Online of zo, weet ik wel. We maken daar random filmpjes mee. Ja. Dat de keeper vanaf de middenlijn de bal in de goal stond. Weet je nog? Dat was FIFA Street 1 met Dida. Ja, dat was echt laat. Soms ging de keeper zo erg uitlopen. En toen stond hij op rent op de middenlijn. Ja. En daar was echt gewoon geen regels en zo, want het is straatvoetbal. Ja. Maar stond op de middenlijn, deed volgens mij gewoon een rondje of zo, was nog met PlayStation 2. Ja. Om te schieten, weet je, een rondje. En toen stond hij hem gewoon vanaf de middenlijn, dus eigenlijk dikke hands. Ja. Bam, in de kruising, was kapot naar huis. Ja, die was echt vies. En daar werd ook altijd dat trucje wat je hier ook, zo kan je over je heen halen. Ja. Alleen dan doe je altijd, als je dan snel schiet, kan dat bij FIFA Street wel een goede scorpion shot. Ja, bij FIFA Street kan het anders, joh. Ja. Net als pak een stoel. Ik heb wel chips of zo. Ja, dat je ook. Maar pak een stoel, dan ga je hem koppen. Heet het koppend hoog houden. En dan laat je ballen en speel je gewoon met je binnenkant door iemands benen. En dat is een panna, die heet pak een stoel. Oh! Maar die was best wel veel waard. Hij is dat bijna. Ja, weet je. Ja, je hebt ook freestyle dingen als game modus. Dan moet je gewoon zoveel mogelijk trucjes doen. En heb je dan weer eens dat je in het midden moet lopen en dat je dan zo'n speciaal ding krijgt? Hoe heet het ook weer? Oh, dat. Ik weet niet hoe dat heet, joh. Was dat bij? Dat was 2 en 1 zat dat bij. Ja. Hoe heet dat nou? Weet je, dan was het dan zo'n slow motion. Ik denk dat het aan code. En had je power shot, weet je zo. Ja, ik weet niet meer. Zo kaarschot. Maar dan was het zo met punt en zo. Ja. Als je eentje uitdolde en dan 2 nog eens keer 2 en zo. En dan ging je de hele tijd doorpassen en dan weer een trucje doen, weet je. Ja. Soms hadden we eigenlijk keer 20 of zo. Als je de bal kwijt. Ja, van die game mode je had win gewoon met scores en ook win met punten. Nu heb je ook 1 tegen 1 voetbal, zo'n panna voetbal, weet je, met van die fucking kleine kooitjes. Van die kooitjes eigenlijk, ja. Zo'n kooi voetbal. Kooi vechten. Apenkooi. Yes! We hebben gewonnen van Stichting Apen, waarom hebben we eigenlijk niet gewisseld? Stichting Apen. Die zijn cool. Hey, we hebben 2 keer dezelfde minuut gescoord. Shalai en Layer. In de 45 minuten allebei. Mooi. Dus, Shalai is baas. Boom! We gaan kijken of vooral vorderingen qua punten. Nee, je hebt 10 verslag. Er zit hier 100 balletje in. Hoi? Ja. Ik ging Napoli kijken dit weekend. Op Sport 1. Ja? Heb je Sport 1? Je hebt toch Ziggo? Ja. Dan heb je het ook. Ah! De hele maand februari heeft heel Ziggo en UPC gaat Sport 1. Oh, vet. Okay. Wie? 7 dagen is Murphy geblesseerd. Dat is niet zo heel erg. Nee. Nou. Oh, we zijn afgemeld. Ja, door was een van dat fout. Maar het komt wel. Anonymous van de handen. Aangemeld. Hey, kijk, Fabio. 1.b. Maar het is wel. Ja, je moet gewoon kijken gewoon of er van die i'tjes zijn. Van die groene balletjes. Ja, ga snel. Hier zijn al, kijk. Hier, kijk, die zijn allemaal beter geworden. Zo. Ja, maar dat was al. Ja, het is best wel dat veel mensen beter worden. Ik ga wel onze uitgeleende mensen kijken. Ja, alleen Ray. Maar dat was al. Kleten moet beter worden, man. Hm. Maar... Kijk naar de hoofd. Oké. Okay. Ja, morgen is Valentijnsdag en dan spelen we tegen Watford. Ga iemand naar Ray maken van hem? Nee. Bakstein boven, de Bakstein. Nee, hij is beter. Shalai, nee, dat was al. Ja. Peter Pan, prijs, sympathieke Wolkenstein. What the fuck? Hoe weet je nou of het sympathiek is? Maar, tot ziens dus morgen. Ja. Dank voor het kijken. Waarom heb ik hier bij mij staan in het Nederlands? Van, denk voor het omhoog. Dank voor het kijken. Ja, vind deze video leuk. Abonneer op ons kanaal. Duimpje omhoog. Goed duimpje. Voeg ons toe op PlayStation Network, Sony Entertainment Network. Oké, we doen het even normaal. Like, subscribe, leave a comment. Follow us on PSN. Thumbs up. Later. Hell yeah. You're gonna live.